En dan zit je ook gezellig samen aan tafel. En ze zijn goed donker hier van de koeken. Dan is er nog geen mislukt. Nee, want normaal gesproken met de gewone pan mislukt de eerste pannenkoek bij ons. Ja. Ziet er lekker uit, hè? Ja, vond ik wel. Nou, ik denk dat het wel klaar is. Ja, kijk, je hebt al 3 pannenkoeken gemaakt. Kijk eens hoe snel dat allemaal gaat. Nou, het gaat echt binnen no time zo'n pannenkoek met zo'n apparaat. Mm-hmm. Ja, ik had ook speciaal gekeken op bol.com wat de prijs daar was voor dit apparaat. Ja. Want daar was hij wel iets van €50. En anders had ik natuurlijk niet gedacht van, nou, ik ga nou via vakantieveilingen dat apparaat bestellen. Okay. Als die €20 was geweest, dan had ik hem net zo goed via de winkel kunnen kopen. Ja, zeg dat wel. Moet je nou ook €20 verzendkosten betalen? Nou, bij die andere iets van ja, 5,95 plus €5 komt er altijd bij. Ja, maar dat was bij die andere wel veel goedkoper altijd, het kosten rekenen. Mm. Het ziet er mooi uit hoor, lekkere pannenkoekjes. Word je honger of zo? Nou zeker. Ja, ik was niet voor niks op tijd naar huis gegaan. Ik dacht gewoon, ik ga lekker pannenkoeken eten vandaag. Dan dacht ik van, nou, zal maar even beginnen. Nou ja, de beslag is zo gemaakt. John de Vizard. Kijk eens. En een aardbeien met slagroom en met poedersuiker. En met een net gemaakte pannenkoeken. Lekker, hè?